Karel Daan, het Europees avontuur zit erop. Het was een avontuur met veel ups en downs, een beetje een rollercoaster. Begonnen met downs en dan die up en dan ja, kan je die volgende ronde bijna ruiken, maar dan is het net niet. Ja, het is een enorme ontgoocheling eigenlijk dat we het vandaag niet afmaken. We hadden alles in eigen handen en alles verliep ook goed. Dat is zonder echt goed te spelen, maar de organisatie stond goed. En ja, het is eigenlijk ja, misschien wel het slechtst mogelijke scenario dat dan redelijk laat in de match dat doelpunt toch valt. Een beetje een domme manier vond ik. En dan is er ook niet veel tijd meer om te reageren. Het ging sowieso ook wel moeilijk zijn om nog te scoren, want Kazan is sowieso een heel sterke ploeg. Ja, het is een hele grote ontgoocheling vandaag. Welk gevoel heerst er op het veld? Weinig kansen aan beide kanten. Denk je dan, we halen het hier met een gelijkspel? Ja, dat gevoel was wel het grootste deel van de match aanwezig. We hadden nooit het gevoel dat we die match konden winnen, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar je weet dat een 0-0 genoeg is. En we hebben niet veel weggegeven en lang de organisatie goed kunnen houden. En ook lang het gevoel gehad van oké, als we weer de nul houden, ja, dan lukt het, dan zijn we door. Tegelijkertijd ook wel besef van we moeten heel gefocust zijn en mag niks misgaan, mag geen enkele fout maken, want Kazan heeft dat wel de kwaliteit om dat direct af te straffen. En we hebben dat geen 90 minuten kunnen volhouden en een fout wordt inderdaad afgestraft en een match was gespeeld. Ik zie dat de ontgoocheling groot is. Valt dit zwaarder voor iemand als jou dan voor zo'n jonge jongen? Is het besef daar misschien dat dit ja, een van de laatste Europese campagnes uit je carrière kan zijn? Ja, ik merk dat ook wel dat voor Davy en voor mij toch een serieuze klap is, omdat we ook wel beseffen dat het een enorme gemiste kans is. En inderdaad, misschien voor ons, ja, was het onze laatste Europese campagne, dat weet je niet. En de jonge gasten gaan er blijkbaar wel iets makkelijker, stappen daar iets makkelijker over. Ik blijf het enorm zonde vinden, want het was een unieke mogelijkheid om te overwinteren in Europa en om een prachtig affiche te hebben in de volgende ronde. En het zat erin, want in eigen hand, maar helemaal op het einde is het dan weggeglipt. Johan Cruijff zei altijd, elk nadeel heeft zijn voordeel. We zijn nu uitgeschakeld. Misschien al kijken naar Europees voetbal volgend seizoen en daar zondag al werk van maken. Hè? Ja, het zal inderdaad wel zaak zijn van heel snel die focus op Lierse te zetten. En, het enige wat een oplossing zal zijn voor de ontgoocheling is winnen. Maar ja, het blijft toch iets speciaals aan me laten liggen. Dat gevoel blijft wel een tijdje hangen, denk ik. 1-9 in de thuiswedstrijden, als ik het goed heb. Thuiswedstrijden, voor zover we dat thuiswedstrijden kunnen noemen. Denk je dat het in Waregem iets anders had geweest? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik wil toch wel de supporters ook bedanken die naar hier gekomen zijn. Want ik vond dat er in die 3 matchen veel volk was. Want het is niet zo evident om van Waregem s'avonds nog naar Brugge te rijden. Ze hebben ons ook heel de campagne fantastisch gesteund. Daarom is het ook jammer dat we er de volgende ronde niet kunnen schenken. Maar het is sowieso een nadeel dat we telkens ons thuismatch nergens anders moeten spelen. Want ja, we tonen in de competitie ook dat we thuis in Waregem dan heel sterk zijn. En, het gevoel is toch anders. En dat is toch iets dat je toch een beetje meepakt op het veld. En ik denk, als we Waregem ons match hadden kunnen spelen, dan stonden we weer met een heel ander gevoel. Diezelfde mensen zullen zondag wel weer op post zijn aan de Gaverbeek. Dus 3 punten tegen Lierse dan maar. Hè. Ja, dus dat is de bedoeling en dat is het doel. En daar gaan we dan zondag wel keihard voor werken. Maar het is toch ook nog een nacht, een dag. Morgen zal het ook nog niet verteerd zijn, denk ik. Karel Daan, bedankt en kop op. Hè.